De afgelopen 6 weken hebben wij systematisch aandacht besteed aan mensenrechten op televisie. Is dat belangrijk? Het is ontzettend belangrijk, omdat mensenrechten niet los te maken zijn van individuen, van jezelf. Dus je moet voortdurend bij jezelf te raden gaan. Wat betekent het voor mij eigenlijk als een ander rechten heeft of als aan een ander rechten worden onthouden? Wat kan ik eraan doen om ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde rechten krijgt? En vanavond laten we zien hoe het is gesteld met de rechten van de Koptische christenen in Egypte. U heeft gezegd dat Egypte eigenlijk te weinig doet om Koptische christenen te beschermen. Maar wat doet Nederland zelf daar eigenlijk aan? Wat we doen is voortdurend de Egyptische overheid aansporen betere bescherming van kerken te bieden. Ze beloven het wel, maar ze komen die belofte niet na. Dus we blijven ze op de huid zitten wat dat betreft. Wat we ook doen is natuurlijk daar waar het kan Koptische christenen ondersteunen als ze willen vluchten. En wat we ook doen is in Europees en internationaal verband eindeloos aandacht vragen voor dit onderwerp dat helaas te weinig aandacht krijgt. Maar als je ziet hoe de situatie is voor bijvoorbeeld Koptische christenen, maar ik heb ook een programma gemaakt over de christenen en de moslims in Sri Lanka, dan vind ik het wel bijzonder dat in de mensenrechtennota die u heeft uitgebracht, godsdienstvrijheid eigenlijk niet meer tot de prioriteit wordt geregeld. Dan bent u niet goed geïnformeerd. Godsdienstvrijheid, godsdienstvrijheid is nog steeds ontzettend belangrijk voor ons. Daar zetten we ons ook voor in. In het kader van wat ik ook zojuist zei, namelijk dat mensen tegen elkaar opzetten, de andere wegzetten als gevaarlijk, je eigen problemen altijd van je afschuiven en zeggen dat een ander de schuld van draagt, dat krijgt heel vaak een religieus tintje. Moslims die zeggen dat het de schuld is van christenen, christenen die zeggen dat het de schuld is van boeddhisten, boeddhisten die bijvoorbeeld Sri Lanka zeggen dat het de schuld is van moslims of van christenen. Het is een wereldwijd spelletje dat altijd de minderheden in de verdrukking brengt. Maar het klopt toch dat niet meer expliciet wordt gesproken over godsdienstvrijheid? Jazeker, dat kunt u terugvinden in de mensenrechtennota. Het verschil is met de vorige nota dat we nu andere prioriteiten voorop hebben gesteld. Ja. En de indruk ontstond toen dat godsdienstvrijheid voor ons geen prioriteit meer zou zijn. Maar ze staan wat lager op de ladder. Nee, ze staan niet lager op de ladder. Maar de accenten die we gezet hebben gaan beschermen van vrouwen, beschermen van homo's en lesbiennes, beschermen van mensenrechtenverdedigers. Maar dat laat onverlet dat godsdienstrechten nog steeds bij ons bovenaan staan. Wat kan Nederland eigenlijk doen op het gebied van mensenrechten? Kan ze ook echt een verschil maken? Ja, dan moet je nooit laten ontmoedigen door het feit dat je niet meteen de hele wereld kan veranderen. We kunnen verschil maken, bijvoorbeeld door een organisatie te steunen zoals we vandaag doen, die in Pakistan uitlegt aan jonge meiden hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen seksueel geweld, hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen ongewenste zwangerschap. We steunen wereldwijd, met soms met kleine, anders met grote projecten, allemaal mensenrechtenverdedigers die opkomen voor minderheden, die opkomen voor kerken, die opkomen voor mensen in de verdrukking. Dat lijkt allemaal kleine stappen, maar als je het allemaal bij elkaar optelt, ben je zo in staat stapje voor stapje de wereld een beetje beter te maken. VNO-NCW-voorzitter Wientjes zei onlangs dat we als Nederland maar een toontje lager moeten zingen. Eigenlijk wat meer koopman dan dominee. Hoe staat u daar tegenover? We zijn 17 miljoen mensen die allemaal een hoop waarde in zich dragen. We vinden dingen ontzettend belangrijk. En we zouden onszelf enorm tekort doen als we die waarden die we met elkaar delen niet ook uitdragen buiten Nederland. Dan zouden we Nederland niet meer zijn. Als we niet zouden strijden voor de positie van vrouwen buiten Nederland. Als we niet zouden strijden voor de positie van homo's buiten Nederland. Dan zouden we onszelf niet meer herkennen. Dus er is altijd ook een gevoel van de noodzaak om buiten Nederland voor je waarden op te komen. Maar hebben de Nederlanders ook dat gevoel? Ja, ik kom het ontzettend vaak tegen. Als je ziet bijvoorbeeld, een heel concreet voorbeeld. Als het slechter gaat met de homorechten in Rusland, krijg je talloze verzoeken om daar iets aan te doen, om daarvoor op te komen, iets te betekenen. Als je berichten hoort over hoe christenen worden aangepakt in Syrië of in Egypte, zijn er talloze mensen en kerken die naar me toe komen en zeggen, daar moet je iets aan doen. Dus Nederlanders zijn niet zo dat ze denken, dat is een buitenland, daar wil ik niks mee te maken hebben. Christenen hier voelen zich verbonden met christenen elders. Vrouwen hier voelen zich verbonden met vrouwen elders en willen dat we daar iets aan doen. Dat hoort bij ons, daar moeten we ons ook niet van vervreemden. Bert Wagendorp noemde u gisteren in zijn column een geketende idealist. Kent u zich daarin? Nee, helemaal niet. Moet maar eens zien hoe die ketens loskomen. Ik zal dat laten zien in de komende jaren. Ik denk dat we het al een beetje hebben kunnen zien in de afgelopen jaar. Minister van Buitenlandse Zaken heeft geen zin als hij geen resultaten bereikt. Ik ben al lang niet tevreden, maar we bereiken ook resultaten. Hier buiten, terwijl wij hier staan en de mensenrechtentulp uitreiken, is er een demonstratie voor de journalisten, Erdogan in Turkije. U was daar net ook even. Hè? Wat heeft u tegen de demonstranten gezegd?
Het Nederlands consulaat is bij haar geweest, bij mevrouw Erdogan, een paar dagen geleden. Ik heb verslag gedaan van dat gesprek, ook gezegd wat ze besproken hebben. Ik heb met haar zoon gesproken, die ook bij de demonstratie was. En ik heb beloofd dat Nederland alles zal doen om ervoor te zorgen dat zij een eerlijk proces krijgt in hoger beroep. En dat we haar ook zullen bijstaan, zoals we doen met Nederlanders in het buitenland als ze in de gevangenis zitten.